Zo! Hey mensen! Top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Zo, ja. Ja, ik sta even een beetje te kijken. We moeten even een plan gaan maken natuurlijk. Hè? Want we hebben natuurlijk hier de brandstofpomp liggen. Van de BNP. En die moeten we natuurlijk nou eens heel binnenkort op gaan bouwen. Kijken of die het inderdaad doet. Ja, ik ga er vanuit van wel. Even kijken, laat hem even in volle glorie bekijken, hè? Want hij zit nog een beetje in de doos. Oh, dat is ook een zwaar ding ook wel, hè. Er zitten trouwens nieuwe dingetjes bij, of tenminste iets anders zit erbij. Kareltje heeft een nieuw speeltje gevonden. Ja, inderdaad, hè Poes. Oh, leuk. Ja, ik ben... er hoort ook een mailtje bij, er staan nog wat dingen in, dat moet ik nog eventjes goed bekijken. Hij is in ieder geval hersteld en daar stonden nog wat instructies over hem, hoe hem te ontluchten. Maar ik denk eigenlijk dat we daar wel aan uitkomen, maar laten we vooral dat ook nog eventjes goed bekijken. Hij ziet er nog net zo uit als van tevoren, maar dat is eigenlijk goed hè. Oh jawel, er zit wel olie in toch. Ja, spannend hè kat. Nou, die kat heeft helemaal zijn plek gevonden hier. Die denkt, steek de kachel nou eens aan. Doe normaal. Raar ding. Zo, oké dan. Goed. Ik leg hem gewoon bij op de werkbank. Zo. Ziezo. Oké, nou goed. Een plan, hè. We moeten een plan gaan maken. Want we hebben natuurlijk een aantal dingen die we tegelijk willen gaan doen. We willen met die motor die daarbij hoort, tenminste, we willen met die brandstofpomp naar DSP gaan. Die op de motor bouwen. Motor op de testbank. Dan, als de motor op de testbank is geweest, moet hij mee terugkomen. Moet hem gaan samenbouwen met de versnellingsbak. Die nu nog daar ligt. Die hebben we in de BNP gelegd. Dan lag je in ieder geval niet in de weg. Dus dat is handig, maar... Ik denk dat we hem dan toch heel binnenkort wel nodig gaan hebben, want ik ga ervan uit dat die goed is. En dan ga ik er eigenlijk ook gewoon vanuit dat de motor dan goed is. Dus misschien moeten we die er ook al binnenkort eens eventjes tevoorschijn gaan halen. Dan moeten we natuurlijk gaan kijken bij de motorblokken, de V12's. Ja, deze die moeten natuurlijk ook allemaal mee. We hebben hier 4 motoren, die willen we allemaal gaan testen, ook op de testbank. Ja, we moeten denk ik 2 van die motoren moeten we klaarzetten om mee te nemen, samen met die brandstofpomp. Dan kunnen we ook kijken hoe dat we daar... die dingen aan de testbank gaan maken, want dat is nog wel een dingetje natuurlijk. Hadden we bedacht om 1 zo'n tandbus op te offeren. Deze, zo eentje. Die past namelijk hierop. En dan hier een plaat aanmaken die dan vervolgens aan de vloeistofrem kan. Dus zo willen we dat eigenlijk gaan doen. Oké. Nou, dat moet ik even allemaal weer afstemmen met hun. Wanneer dat precies kan. Maar goed. Dat wat betreft de motoren, we hebben natuurlijk ook nog wat voorbereidingen te treffen aan de 69 voor het elektrische deel, want daar gaan we heel binnenkort ook weer mee verder. Dus dat gaan we misschien eerst nu doen. Ja, en dan wacht ik eventjes reactie van DSP af wanneer we met die motoren die kant op kunnen gaan en dan kunnen we dat ook gaan inplannen. Oké, laten we er gelijk aan gaan beginnen. Goed dan, wat betreft de elektra hebben we nog wel een paar voorbereidingen te doen. We moeten de hydrauliekvloeistof weer bijvullen, die hebben we afgelaten. Toen het hele hydraulische systeem is gemonteerd natuurlijk, toen zat de slang los. De olie er allemaal uitgehaald, die gaan we dadelijk bijvullen. De richtkijker die hebben we ook gedemonteerd, die ligt er half scheef in. Dat is echt mijn lievelingsklusje om die terug te zetten. Dat is echt een verschrikkelijk zwaar bokkending. Die heb ik al een paar keer gemonteerd, dus dat zal nog wel een keer lukken zeker. Dat gaan we nu eerst dadelijk doen. Dan verder. We hebben nog een paar elektrische componenten die terug mogen, maar zit ik nog te wachten op de stekkers daarvoor. Dus dat kan misschien nog wel niet. Maar dan gaan we dadelijk kijken. Oké, laten we in ieder geval die rechtkijker terug gaan zetten. Dit is echt zo'n koeienzwaar geval, jongen. Dat vindt hij prettig. Nou komt er weer een beetje beweging in volgens mij. Ja. Hier te nou in één keer kan het niet meer. Zonder dat dat iets te maken heeft met kanonnen omhoog omlaag gegaan is. Dan moet ik echt gewoon een stuk uithalen aan deze kant. Yes.
Now it's a party. Kijk wat ze willen, ze hebben dat wel goed bedacht dit. Er zit zo'n mooi schroefje waar je met de hand heel makkelijk kan draaien. Woep, woep, woep. Dan zit er een grendeltje en die vergrendelt hem daarvoor en dan zit hij weer terug vast. Ziezo. Ik heb net eerst even die travel lock hier weer terug erop gezet. Want dat is riskant, hier zo schroeven. Op het moment dat je die hendel hieronder zit omstoot, dan zet je de tandwielkast vrij die eigenlijk het kanon op zijn plek houdt. En dan, omdat die niet meer gebalanceerd is, omdat die van alles uitgesneden is, valt hij in één keer aan de voorkant naar beneden en dan komt dit stuk en dan komt hij zo bonk hier zo tegenaan. Echt megank. Dan heb je echt een hele platte kop. Zo mooi, het lukt net niet dus. Zo. Oké. Kijk, hij zou eigenlijk nog een stukje opzij moeten kunnen. Maar dan kan die ook. Kijk, dat is beter. Eigenlijk moet dat versteld kunnen worden dit. Dat is gek. Maar er zitten hier 3 pinnetjes. Ik kan hem namelijk ofwel zo erin zetten, of zo. Dat heeft te maken met het voorkeursoog van de schutter. Ik kan hem niet zo zetten. Het rechtse oog. Dat gaat niet, want dan zit hij hier tegenaan. Dat haalt hij niet. Maar hij kan ook niet verder die kant op, want hij zit hier al aan het eind van zijn sleufgat. Dat is toch een beetje vreemd. Een beetje spannend dit. Nou, ik breek dit af. Je ziet het, hè? Deze staat net een beetje naar binnen. Ja. Op zich, als ik hem erin gefreubeld krijg, is het goed. Maar, oké, dat werkt. Dat past nog maar net, hè? Ik kan hem net tussendoor hier zien, hè? Het is een beetje, ik zou zeggen dat hij eigenlijk een tandje hoger moet zitten, maar... Maar ja, toch, deze zit op dezelfde hoogte nou, dus dat is eigenlijk wel goed. Het is eigenlijk deze die je hier hebt, die werkt samen met de infrarood. Dat is eigenlijk infrarood vizier. En deze is gewoon normale vizier. Maar ja, die zit natuurlijk op dezelfde hoogte. Deze is ook niet verstelbaar overigens. Daar kun je niks mee, die zit gewoon zoals die zit. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat onze steun die hier zit, dat die echt gewoon helemaal niet klopt. Want die hebben we namelijk zelf gemaakt. Daar heb ik een originele voor liggen, dus die zouden we wel kunnen uitwisselen. Eigenlijk, kijk, hier zo. Je ziet hier die steun waar die 3 bouten erin zitten. Ja, die heb ik zelf gemaakt. Want die hadden we niet. Maar inmiddels heb ik wel een originele. Dus we kunnen wel eens even kijken als we die originele erop zetten dat dit beter wordt. Want dit kan eigenlijk niet zo. Hier, dit is toch gek. En dan zit hij nog niet eens in de laagste stand, hè. Hij kan nog een trappetje lager. Kijk, want we hebben hier die bouten, zie je dat? Tenminste, die boutgaten. Je hebt eigenlijk 3 standen. Nou, de bovenste kant hij niet in, daar zat hij net. Maar dan zit hij hier tegenaan. Dus dat is een beetje vreemd. Nou, is het wel zo... Nee, mag niet uitmaken. Ja, misschien zaten deze wel andersom. Nee, dat kan ook niet. Ik wil zeggen dat deze 2 ringen... Deze zit er eigenlijk verkeerd om op. Deze moet eigenlijk zou die omgedraaid moeten worden. Maar dan moet het heel ding uit elkaar. Dat is niet zomaar gedaan. Zo heb ik er maar voor gekozen om dat toch maar zo te laten zitten. Het enige dat het eigenlijk het probleem is dat deze, die verstelling, hier zo zitten tandjes. En dit oogje heeft een hendeltje. Met een tandje die hem dan echt gewoon als een soort van arretering vastzet. Maar ja, hij zit hier ook met 2 van die vleugelboutjes vast. Dus hij zit toch wel vast. Maar eigenlijk had deze andersom erin gemoeten. Nou ja, dat is om dat ding te demonteren. Dat is echt met hele kleine vreubelige schroefjes. Toen waren we heel blij dat we dat ding überhaupt terug in elkaar hadden gekregen. Dus laten we dat echt vooral niet terug uit elkaar halen. Voor dat. Dat is echt niet, dat weegt niet op. Als je namelijk zo je handen op de controller hebt. Kijk, je hebt net zo, je pakt hem eigenlijk zo vast. Dan heb je hier met je duim, dat is de vuurknop. Dit is de elevatie van het kanon, omhoog en omlaag. En zo is eigenlijk het draaien van de hele koepel. Nou, je ziet het, hij gaat er wel langs daar, dat wel. Alleen als je dan aan deze kant je hand er ook op hebt zitten. Hier, dit gaat eigenlijk niet. Zie je, dat is naar. Dan bonk je daar zo tegenaan. En nou we dat zo doen, valt dat wel mee. Dan knot je daar zo wat tegen. Maar ik kan me voorstellen als je er echt zo mee gang beweegt en zo en het voertuig is aan het rijden, dan stoot je heel je duim naar de ballen daar.
Dus ik denk dat de volledige controle gewoon iets lager komt te zitten misschien wel. Deze steun is gewoon vlak, maar oorspronkelijk zat hij misschien met een trappetje. Ik ga hem er even bij halen. I'll be back. Daar hebben we die original. Even kijken. Nou, dit lijkt echt wel heel veel hetzelfde. Ik denk als ik deze erop zet, dat wel helemaal niks verbeteren hoor. Zullen we even kijken. Om tegen kan houden aan de onderkant. Natuurlijk niet. Wat had je nou gedacht? Dat je ergens plek had gehad? Nou, hij is gewoon vlak. Maar wacht even. Hij hangt wel... hij hangt iets af. Hij hangt een beetje zo. Kijk, en als hij iets naar hier toe gaat hangen, dan krijg je hier heel snel heel veel ruimte natuurlijk. Laten we hem dan overzetten. We moeten deze dak wel even schoonmaken. Deze wel... Hier zit woestijnzand, zit er nog op, hè? Oké. Die ook los. Nou, dan kan de controller eraf. Zo'n losgroef. Dan moet ik dit ook af kunnen, zou ik zeggen. Ja. Nou kunnen we goed naast elkaar houden. Helemaal niet slecht, hè? Dit ding heb ik gemaakt alleen maar van foto's, hè? Ik had niks. Nou, hij lijkt er toch wel heel erg goed op, niet? Dit is helemaal geen fijnmetrisch. Dit ook al niet. Eigenlijk alles is fijnmetrisch aan het ding, maar deze steunt dan weer niet. Hebben ze dan T55's gemaakt die gewoon een normale bouten erin hadden dan. Hier joh, hij is zelfs zo origineel, precies hetzelfde. Hier. Deze is ook al met rode verven van deze kant. Dat heb ik daar ook, zie je. Heb ik gezien, nagemaakt. Kijk maar. Hier. Dat is wel heel toevallig. Klaar. Oh. Very good. Moeten we eerst deze eraf schroeven. En dan doen we dadelijk die andere erop zetten. En dan ben ik heel even benieuwd of dat het dan wel past. Even tussenuit, zo. Zo. Hij zit wel een beetje in een andere positie. Dat zal toch wel het verschil maken dadelijk, denk ik. Zo. Hey. Alsof het ervoor gemaakt is. Maar ja, deze het natuurlijk ook, hè. Zo. Oh. Blablab. Er zit nog wel wat muziek in. Ook. Oh, wacht even. Wacht even. Dat zit natuurlijk andersom, dit. Oh jee. Dan moet het wieltje weg. Oh, dat is naar. Ja, gegarandeerd. Dat moet andersom. Kijk, het viel me al op dat deze bouten een hele platte kop hebben. Ze zijn echt speciale bouten. En ik denk, waarom zou je nou eens van die platte kopbout willen hebben? Ja, hierom natuurlijk. Kijk hier. Hieronder zit het handwiel van de elevatie. Als je daaraan draait, zo met je knokkels, en dan ga je met je knokkels daar langs, en dan zitten daar van die hoge boutkoppen, en dan bots je er tegen. Dus die moeten sowieso langs de onderkant erin gestoken worden. Maar dat is wel, dat is nog niet zo makkelijk. Want dat betekent dat het handwieltje eraf moet. Dus die moeten we dadelijk eraf halen. Maar dat is misschien ook helemaal niet erg, want volgens mij moet hier ook een spiebaan in snijden nog. Want de handwiel, dat draait volgens mij nog, als ik hem zo forceer, kijk, zie je. Kijk, die draait los op die as. Dus de handwiel moeten we sowieso nog aanpassen. Het originele handwiel is volgens mij ook nog groter ook zelfs. Eerst even centreren weer natuurlijk. Hallo. Waar zit het gat? Ja, toch? Yes. Oh, nee, vergeet het maar. Ja. Nee, dat kan niet. Nou, is niet erg. Oh, nee, nou heb ik hem wel. Dus, hallo? Kan die niet meer uit, zeker? Ah, jawel, gelukkig. Oké, mooi. Ja, dit is die hendel waar ik het net over had. Hier, als ik deze vrij zet, die hendel, dan staat de knol in één keer vrij. Zeg maar, dan doet het ronsel niet meer. Kijk, let op. Hij kan eigenlijk niet echt gaan bewegen, want hij zit hier in travel lock. Maar als ik hem nou zo zet, maar hij hangt er al aan. Als ik nou hier op trap, dan is hij, dan zweeft hij gewoon. Hier, zie je dat? Hier. Nou, je ziet het, hij wil naar boven. Dus op het moment dat je die hendel omzet en deze zit er niet in, dan valt hij echt gewoon in één keer zo, voep, naar beneden aan de voorkant en hier naar boven. Laten we hem even terug erin zetten. Zo, kijk, eens. Oké, ik ga sleutel 24 pakken. Hij draait mee. Ja, toch maar. Ja. Hij doet het. Kijk. Hupsa. Deze.
Oké. Okay. Zo. Lekker. Vettig. Waar zit de spie? Ah, daar zit de spie. Oké. Laten wij even kijken dan. Natuurlijk zit hij aan de kant waar we niet echt kunnen zien. Gelijk even de spiegroef meten. Dan gaan we een spiebaan steken. Ja, dit is mooi hoor. Ja, dit is een geweldig setje hier. Haha, van ABM uiteraard. Spiebaan steekset. Ja, dit gaat geweldig, want dit is natuurlijk dit is aluminium, dus dit verspaant als een malle. Oké, deze drie stukjes erbij. Zo, niet te vastknijpen, dat is niet nodig. Even een plaatje tussen gelegd. Ik moet hem er drie keer doorheen halen en dan is hij goed. Yes. Oké. Okay. Even kijken hoe diep we hem willen hebben trouwens. Ik kan er nog een plaatje bij leggen, dan wordt hij nog een tikje dieper. Misschien is hij er ook al wel, hè? Zo wordt hij eigenlijk elke keer één trappetje dieper. Kijk, dan centreert hij daar weer mooi in, zo. En als ik hem er nou nog een keer erheen duw, dan wordt hij nog wat dieper. Maar misschien is het al wel goed zo. Misschien even één keer passen. Of gewoon een stukje eraf halen. Wat denk je? Nou, in principe kan het ook geen kwaad, denk ik. Het is echt gewoon een hoge spie ook die ik heb. Weet je wat, we duwen nog één keer door en dan is het goed, denk ik. Ja, dat moet genoeg zijn. Ja, dat is mooi. Kijk eens. Het is ook echt een behoorlijk hoge spie wel, hoor, die ik heb liggen. Dus dit is goed. Nou gaan we deze eerst erop zetten natuurlijk. Ons schitterende wieltje ligt daar klaar om erop te zetten. Maar we hadden hem natuurlijk eraf gehaald omdat we eerst dit moesten monteren. En dat ging niet zonder dat wieltje eraf te halen. Dan gaan we hier ook een sluitring eraf halen van deze. Dan houden we die ook wat lager. Zo. Zo, perfect. Ja, precies goed. Mooi. De spie moet er nou weer oppassen als het goed is. Oh, wacht, ja, we hadden hem helemaal geklemd, maar dat hoeft nou niet meer. Wel, verdorie, onze spie is te lang. Wacht even, dat kan misschien wel, trouwens. Nou, weet je dat? Ja, dan kan ik hem wel draaien. Denk ik. Oh, hey, hij gaat er al op. Volgens mij. Dat is goed. Oh, nou, dan zijn we er. Dan moet we hem alleen vastdraaien. Oké. Zo, dat zit vast. Nu. Kijk of ik hem nog los krijg. Natuurlijk niet. Dan moet ik het toch zo doen. Proberen. Dat is perfect. Oké, okay. Nou, dit slipt niet meer. Ja, nou slipt hij niet meer. Nou, we moeten nog het kanon wel een keer balanceren. Moet hij gewoon eigenlijk een aardige homp staal bij. En dan is hij in balans. Moet gebalanceerd zijn, hè. Moet eigenlijk de kanon gewoon zo met de hand op en neer kunnen bewegen. Maar goed, we kunnen nou in ieder geval een hele bultkracht zetten daar met die tandwielkast ook. Dus dat is een goede zaak. Hij kan niet meer slippen. Let op. Op. Zo, dat past lekker. Dat is toch wel beter dan het steuntje dat ik had gemaakt. Zo. Nou. Niet bij zo. Zo. Nou. Oké, okay, waar het allemaal om begon. Hey, kijk eens hier. Kijk. Hey. Ja. Kijk, deze, dat ziet er beter uit, hè. Kijk. Kan je nooit er tegenaan komen met je vingers. Ja, het is toch net dat beetje, hè. Maar ja, nou goed. Dit is perfect. En origineel ook weer. Mooi. Oké. Okay. Hey.
Hey. Mooi, 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 mooi. Oké, nou, we hebben alles gedaan wat we hier moesten doen. Die zit helemaal goed. Die zit helemaal goed. Wieltje is gecheft. Moeten nog olie erin doen. Eigenlijk, ja, deze zit wel goed eigenlijk. Die heeft een... Eigenlijk zouden we hier ook een spierbaan in moeten steken. Maar volgens mij doet hij het wel. Kunnen we proberen. Eigenlijk even een travel lock zetten hier. Oh, ik zie er wel meer dingen die we in elkaar kunnen zetten trouwens. Bijvoorbeeld deze. Zien hoe dat die welke kant door op staat. Dat moeten we ook even terug in elkaar zetten. Zo, kijk, dan staat hij op 0. Nou, we hebben hier wel meer dingetjes, hè. Deze mag er ook terug op. Daar. We moeten hem eerst even helemaal in het midden zetten. Misschien dat we ook hier eerst even een borgje in moeten zetten, in deze hier. Dus dan... dus raken we die bouten kwijt, denk ik. Trillen ze eruit. Niet daar. Even kijken. Welke kant wijzen we op? Oh, wacht. Een beetje die kant op volgens mij. Nou, die kant wel, wij is wel even een beetje naar rechts toch? Ja. Waarom gaat hij niet in de grendel dan? We gaan niet naar links. Ja. Ja, ik wil hier het travel lock erin zetten. Ja, dat is hem. Nou zit je in de grendel. Is dit recht? Ja, blijkbaar. Lijkt wel. Ja, kijk hier. Zie je? Dat is die grendel. Hup. Kijk, nou zit hij vast. Nu nou draait hij niet meer. Dan zit hij tegen de... Kijk. Oh, dit is trouwens een interessante ook. Kijk hier. De rem die zit er dus niet op. Ja, dan denk ik dat de rem, dat die het dus gewoon niet goed doet. Die mag daar niet kunnen draaien, want de rem is niet bekrachtigd. Dus dit klopt eigenlijk niet helemaal. We hebben deze uitgevuld met sluitringetjes, zodat de rem iets hoger kwam te zitten, omdat die anders niet goed loste. Maar volgens mij is hij nou te los. Ja, dit moet niet. Kijk, ik kan namelijk nog steeds, ik kwam erachter, ik kan nog steeds met het handwiel draaien. Ondanks dat hij op de rem, tenminste hier in de travel lock zit. Ja, dat mag niet kunnen. Hier zit een tandwielmechanisme in. Het soort gelijk als bij differentieel van een auto. Zo moet je het maar eigenlijk zien. Dan moet je zo zien dat normaal het stuk waar de kadanas aan zit, dus hier het rondshol van de ring. En dat ene wiel heb je dan hier een handslinger met een wormwiel. En aan de andere kant heb je de elektromotor. Nou, een wormwiel is zelfremmend natuurlijk. Maar die elektromotor, die niet. Dus die heeft hier nog echt een rem op zitten, die dus elektrisch wordt gelicht. Maar nu draait hij dus mee. Dus dit moeten we er eigenlijk tussenuit halen wel. Dat is wel voornaam. Dat is ook een goede als we het ding een keer gaan transporteren. Dan gewoon ook echt wel deze erop zetten, de travel lock. Dat zou anders echt best wel naar zijn. Het zit er niet voor niks op natuurlijk. Niet dat hij ineens in meegaat. Nee, niet dat hij zeg maar op de lange draai op de snelweg, dat hij op de dieplader staat en op een gegeven moment dan in één keer dat kanon zo opzij gaat. Kijk, Fast and Furious. Zo, maar dan ben je niet blij hoor. Als je dan met een vrachtwagen aankomt en je hebt in één keer dat ding door je voorruit heen zitten. Een auto rijdt er wel onderdoor, maar... Wordt het niet best. Goed dan. Ja, we kunnen deze even loszetten en ringetje tussenuit halen en gewoon terug in elkaar zetten zoals hij hoort. Dat is misschien dan wel verstandig om te doen. Zo. Want ze zitten gewoon los namelijk ook. Dat is nou niet echt een fraaie borg of zo. Dat is eigenlijk geen borg dit. Het is wel heel erg lelijk geworden dit trouwens. Komt die bout te draaien gewoon mee. Die bout zit echt los. Het enige wat die bouten die kunnen erin draaien om die tandwielen te blokkeren. Daar is het voor. Het is eigenlijk gewoon gereedschap wat erbij is.
Zo zit dit wel vast. Ik denk als we hem zo, hup, bike hem gewoon aan de kant. Oké. Ah, goed. Die is er af. Dat is deze, denk ik. Dit is volgens mij de voeding voor deze. Oh nee, volgens mij is hij één tandje versprongen. Dat is niet normaal. Ik weet niet hoe nauwkeurig dat het ding is, maar... Laten we eens even kijken. Zo. Ja, zie je. Ja, kak. Hij is één tandje versprongen. Nou, volgens mij zijn we goed. Hij zit best wel goed op de nul, zou ik denken. Ja, kijk. Het voordeel daarvan is, dat is op het moment dat we die travel lock erin willen zetten, dan kunnen we hem gewoon precies daar op de meter naar nul draaien en dan moet hij passen. Kijk, we testen. Zo. Kijk. Brrr, dat werkt. Kijk, en als ik nou terugdraai en ik zet de meter precies op nul, dan zou de travel lock moeten passen weer. Hè? Zo. Hé, hey, kijk. Dat is handig. Ja, perfect. Wat gezellig, zie je nou? Ja, daar is mee begonnen, hè? Toen was er licht. Ja, sfeerverlichting hier binnen. Oké, nou, het draadje zit weer netjes vast. Ja, moet alleen hier nog langs die motor worden geleid. Dat kan nou nog niet. De kap zit er nog niet op. Hier moet nog een kapje op ook. We gaan eens even kijken of de verlichting werkt. Ik zal de hoofdstroom aanzetten. Hup. Deze even uit, hè? Nou, wat gezellig zeg. Ja, sfeervol hè, met die lampjes overal. Die zit hier overal hierachter. Ik zou je dan denken dat die hier zou zitten of zo. Dan kan je namelijk als je iets wil lezen, weet ik veel, heb je een lampje. Maar deze verlicht hierachter heel de boel. Meer, zou je zeggen, meer voor service of zo als er iets niet goed is. Echt om... Speciaal om daar een led te kunnen vervangen natuurlijk, daar uit die kast. Kijk dan, die is precies verlicht. Ja, gezellig hè? Nou, krijg je toch gewoon gelijk een kerstgevoel van, hier man met die gezellige lampjes. Net de kerstverlichting ook. Nou, echt wel. Oké, mooi. Ik zet de stroom eruit, want we gaan gelijk verder. We hebben meer te doen dan genieten van de lampjes. Bah. Mooi altijd dit hè, je begint altijd met 3 sleutels en uiteindelijk ligt gewoon je volledige gereedschapskist toch weer in de tank. Even kijken. En zo. Oké. Ik ben benieuwd of dat hij er zo ook uit kan. Heel speciaal boutje. Oh. Ja. Hij moet wel echt daar langs gevuld worden. Nou, lekker dan. Was ik hier net aan het vertellen dat ik bijna heel de gereedschapskist hier al heb liggen. Maar ja, natuurlijk niet deze inbusmaat. Dat is echt zo'n achterlijk grote. Die zit niet in een normale soort set. Setje dat ik hier meegebracht heb, daar zit dus niet de juiste in. Dan neem ik het hele bakje mee. Pak zo de goede ertussenuit. Oh, wat geluk. Dat was nooit gelukt als ik beneden had gestaan. Dan had ik wel waarschijnlijk 3 keer op en neer moeten klauteren. Abdee. Zo. Oké. Dat is de hydrauliekolietank voor de elevatie. De cilinder hangt daar aan de rechterkant van het kanon. En de pomp die hangt onder het kanon. Ja, en de tank die hebben ze natuurlijk hoog geplaatst. Dan denk ik dat we hem toch moeten vullen zoals ik in eerste instantie van plan was. Met dit ding eraf, want dit komt niet goed joh. Al die olie loopt eruit. Volgens mij doen ze daar normaal een speciale vulslang eraan of zo. Dat gaat niet gaan. Ja. Nou, dan zie je daar precies midden in beeld zie je nou dat de vulkanaaltje zitten. En daar in het midden zit een aanboring. En dat is waar de olie doorheen moet. Maar je ziet dat die aanboring die zit al
hoger dan de rand van de vulnippel. Dus als we daar olie ingieten, dan loopt alles eerst aan de voorkant eruit voordat het daar langs een gaatje naar binnen loopt. Waarschijnlijk hadden ze daar een soort van slangpilaar of zo voor die ze erop konden schroeven en een daarlangs konden vullen. Dus we gaan even kijken of wij ook zoiets kunnen maken. Want het is toch wel fijn om door dit filter heen te gieten in plaats van zomaar gewoon daar naar binnen te gieten, denk ik. Zou wel beter zijn. Ja, dit is de schroefdraad. Dan moeten we eigenlijk kijken dat we iets kunnen vinden van die maat, een slangpilaar. Dan kunnen we daar een slang op zetten en dan kunnen we makkelijk langs boven vol gieten. Dan gaat het wel goed. Dan kunnen we met die slang hier naar buiten zo, hier zo doorheen. En dan daar gewoon met die spuit of eventueel met een trechter. Dan kunnen we zo vol schenken. Dan is het makkelijk. Ik denk dat we hem toch gewoon langs dat grote gat moeten gaan vullen. Want die lucht zal er aan de achterkant niet zo makkelijk uit willen, denk ik. Ik denk dat we dan vanavond laat nog niet klaar zijn met de olie daar erin te krijgen. Dat zou je met een speciaal pompje of zo moeten doen dan. Maar... Oh joh, kijk, dat maakt het niet uit. Het is ook het retourfilter. Zie je dat? Daar zit het ding met die O-ring. Daar langs komt de olie ook weer retour. Dus dan gaat hij ook weer door die zeef. Dus dan maakt hij hem ook schoon. Dus als we er nou onverhoopt een vuiltje ingooien, dan gaat hij één keer weer door de pomp en dan vangt hij hem daarin. Dus zorgen dat er geen grote stukken in zitten, dan is dat er goed. Deze, kijk, rode olie. Niet de douanebellen. Dat is gewoon ATF-olie. Dat heeft niks te maken met rode diesel. Ja? Mooi. Oké. Kijk, want die olie gaat dadelijk ook hier aan de andere kant van de zuiger zitten. Zie je? Ja, dat wordt dabbel tot en met. Hier, dan loopt het dadelijk aan de achterkant eruit hier. Dat moeten we niet hebben. Ja, het ziet lekker uit, hè? Heeft aardbeiensmaak, deze olie. Een beetje oranje toevoegen. Ja. Behalve als hij naar frambozen smaakt, want die is er ook. Ja, dan komt het langzaam beetje bij beetje olie in de pijl was, hè? Kijk. Maar nou gaat hij ook best wel snel vol zelfs. Ja. Dus dan, ja. Dat kan goed kloppen. Het is natuurlijk ook het grootste deel van de olie heb ik wel opgevangen, dus... Ik vond het al zo gek dat er nog niks in zat net. Nou, dan is je wel echt op. Ja, er moet nog meer draaien, want als die pomp straks gaat draaien, dan duwt hij alle lucht uit het hele systeem eruit. Want dan moet er echt nog een hoop meer bij. Maar ja goed, dat maakt niet uit. Want dat was sowieso, want hij heeft nog nooit gedraaid, die pomp. Hé! Hey. Dat is je zak. Hij is gezakt, ja. Ja, dat kan, want er zit natuurlijk nog lucht in het systeem, hè. Maar er is nergens iets uitgelopen, of wel? Dat kan best wel zijn. Dat pompje dat heeft best een aardig olietankje ook, van zijn eigen. Ja, het reservoir zit vol. Zo vol als hij kan. Want hij ging overlopen hier langs, toen we vol deden. Dus dit is wat het is. Laat hem een beetje omhoog en omlaag bewegen, want als het goed is... staat daar die hendel zodanig dat die olie gewoon in de cilinder kan zuigen en ook weer eruit kan persen. Dus als we dat kanon nou omhoog en omlaag bewegen, dan zou die in theorie de cilinder moeten vullen ook. Dus laten we dat eens gaan doen dan. Hij hoort het volgens mij ook. Oh nee, dat is de hoes. Dat is die hoes buiten. Maar die olie... Die zak volgens mij nog niet echt, hoor. Hierboven zit een ontluchtingje. Zakt de oliepeil daar? Nee. Hier komt lucht uit. Hij zakt, als het goed is. Wacht maar, dan zal hij dat dadelijk wel doen. Ja, misschien dat hij iets is gezakt, maar niet veel. Nou, ik zou zeggen dat er sneller door moest lopen hier. Nou, hij is wel aan het zakken, hoor. Dat is het goed. Ik heb hier namelijk die bovenste aansluiting losgeschroefd van het pomphuis. Dat is eigenlijk het primaire olietankje van het systeem.
die plug eruit aan de bovenkant. Dan kan de luchtbel eruit daar en dan moet ik wachten tot hier vloeistof komt en dan zou die ontlucht moeten zijn. Ja, hij is wel echt aan het zakken daar. Oké, nou mooi dan. Ja, daar moet olie bij. Hij is leeg. Ja, hij is vol hier. Hij is er. Kijk eens. Goed. Oké. Het reservoir is weer vol. We hebben net eerst bij de pomp de bovenste bout losgemaakt om die te laten ontluchten. Dus we hebben nou olie hier en in de pomp. Nou wil ik eigenlijk nog kijken of ik olie in de cilinder kan krijgen. Dan doen we eigenlijk hetzelfde als ik net eigenlijk geprobeerd had. Alleen net een beetje te vroeg. Dus het kanon nog een keer omhoog en omlaag doen. Ja, die slangen die zitten naar het klepblok bij de pomp. En die cilinder heeft natuurlijk geen ontluchting of iets dergelijks. Die trekt gewoon zijn lucht uit het reservoir van de pomp. Dus als we hem nou op en neer bewegen, dan zou die olie aan moeten zuigen. Dus zou die cilinder zijn eigen ook moeten vullen. Dus per minuut, dat kunnen we daar ook wel zien. Want als ik hem nou omhoog en omlaag beweeg. De oliepeil zit nou bij het bovenste randje van de middelste schroef. Dus als we hem een keer omhoog en omlaag bewegen, dan zou die moeten zakken in theorie. Dus laten we kijken of dat inderdaad zo is. In mij gebeurt er niet veel als ik het zo zie. Dan blijft er redelijk gelijk, hè? Die cilinder gaat wel op en neer. Oh ja, wacht. Nee, ik snap het al. Hij trekt geen lucht. En de B-poort van die cilinder zijn gewoon doorverbonden. Dus de lucht die nou boven de plunger zit, gaat gewoon onder de plunger en andersom. Dus op die manier kunnen wij hem niet ontluchten. Nee, die moet gewoon ontlucht worden als hij werkt. Dat kan gewoon niet anders dan. Hier hoort nog een plaatje in. Die kunnen we ook nog wel even erop schroeven hier. Die heb ik liggen. Nou, ik even afboenen met mijn vettige doek met ATF. Dan blinkt hij weer mooi, dat plaatje. Geen idee wat het precies voor is, maar het zit er wel weer op. Nee. Het is wel ruig zo, dat wel. Ziezo, we hebben mooi wat details alweer in orde gemaakt aan de binnenkant. Nou, klom ik er net uit en dan bedacht ik me één ding wat aan de buitenkant echt heel kenmerkend is voor type 69 en wat bij ons nog niet zo is. En dat is namelijk dat de middelste koplampen van de koplampenparen, die waren zwart. Daar zat eigenlijk zo'n infrarood lens in. Nou hebben wij helaas niet de originele koplampen, maar ik heb wel iets weten te vinden wat nagenoeg dezelfde maat heeft. Alleen die lenzen die zijn niet zwart. Ja, nou ik bedacht, laten we ze gewoon zwart spuiten met verf langs de binnenkant. Dan zijn ze ook zwart. Ja, zolang het houdt, dan houdt het. Plattert het af, ja, dan kun je het altijd nog opnieuw spuiten. Of folie eroverheen doen langs de buitenkant. Er is zelfs echt van het infrarood folie, geloof ik. Wat je echt kan gebruiken om je koplampen infrarood licht te laten uitstralen. Het is eigenlijk gewoon een filter, hè. Die filtert eigenlijk alles eruit wat hoger in het kleurenspectrum zit dan infrarood. Je hebt eigenlijk het kleurenspectrum. En je hebt dan heel het zichtbare kleurenspectrum. Ga je lager, dat is infrarood. Dus dat is eigenlijk ja, onder het kleurenspectrum wat we met blote oog kunnen zien. Ga je erboven, dan krijg je ultraviolet. Kun je ook niet zien met blote oog. Dus dat, UV-straling. Ja, inderdaad. Eigenlijk. Maar er zijn beesten die het wel kunnen zien, hè? Overigens. Uilen bijvoorbeeld, die kunnen wel infrarood zien. Hè? Die zien dus inderdaad, want infrarood, het is straling, warmtestraling is het natuurlijk. En uilen kunnen daar zien en die kunnen op die manier heel makkelijk muizen vangen. Want muizen hebben geen blaas, heb ik me laten vertellen. Dus die pissen eigenlijk de hele tijd als ze lopen. Dus die laten eigenlijk een spoortje achter en daar kunnen uilen dus zien. En dat is voor hun heel gemakkelijk om muizen te vinden. Misschien is het niet waar, maar anders is het wel een leuk verhaal over infrarood. Goed. Er wordt nog wat om dit te spuiten, want volgens mij is het één heel geval. Als ik het zo zie. Wacht, dit kan... uit. Zo, nu wel. Even kijken, kan heel de dingen uit? Ja, dat gaat. Oké. Ben ik benieuwd. Ziet er... Ja, ik kan het wel. Nee, dat kan ik niet spuiten. Als ik dit spuit, spuit ik ook gelijk mijn reflector mee. Het ziet er naar uit dat dit een geheel is. Ik kan deze niet openmaken. Ja, of het moet zijn dat hij gelijmd is. Dan kan ik misschien de lijm lossnijden. Laten we eens even kijken. Ja, daar krijgen we er zomaar niet uit volgens mij. Ziet er maar uit dat die hier echt wel gelijmd is. Ik ben bang dat we dan dit kapot maken als we dit zo eruit willen halen. Dus ik zou zeggen, misschien dat er iemand goede suggesties heeft. Hoe gaan we deze lampen zwart maken? Moeten we het toch met een soort van folie doen of zo?
Of moet ik hem gewoon zo langs de binnenkant zo goed mogelijk proberen te spuiten? Want het kan wel, hè? Als ik zo... Het gaat wel, alleen ik spuit wel heel de reflector ook zwarter dan. Dat is dan eigenlijk wel jammer weer natuurlijk. Niet dat het heel veel uitmaakt, want het is... Ja, het is puur voor de show natuurlijk, die lampen. Maar ja, het zou mooi zijn als ze wel gewoon keurig zwart waren. In plaats van wit. Ho, 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 ho. Kijk eens. Hij kan er gewoon uit. Hé. Hey. Ha. Very nice. Oh, nou, dan... Oké, was dat was dan de vraag van vandaag. Maar ik ga hem gewoon spuiten nu. Hartstikke idee. Allebei klaar. Nou, zwart erop. Het enige wat nou jammer is dat er heel groot NL op staat. Dat zie je nou wel goed. Ze zijn waarschijnlijk van een oude DAF. Hey, maar dat maakt niet uit, want ze zijn wel echt gewoon keurig zwart. Dat is toch vet? Ik vind het goed gelukt hoor. Hier, rappetee. Nee, kijk eens. Nou, dat is toch wel echt vet hoor, moet ik zeggen. Zo, vet man. Ik moet zeggen, dat is goed gelukt. Ja, toch? Zo. Hoi man. Nog een paar kleinigheidjes opgelost. Ja, stiekem zijn er zo nog veel van die kleine dingetjes die allemaal afgewerkt moeten worden voor die helemaal klaar is. En natuurlijk nog een paar grote dingen. Hè. Elektra van de tankkoepel en dan ook de motor nog erin en zo. Maar dan is hij toch bijna wel echt klaar straks. Hoor. Vet man. Hey. Mensen, we gaan het afsluiten. Het is ruim tijd. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.